Het is de derde dinsdag van september, oftewel Prinsjesdag. De kabinetsplannen en miljardeninvesteringen worden ook in Drenthe op de voet gevolgd. Ik heb sowieso niet het gevoel dat ik er iets van ga merken. Want er worden nieuwe huizen gebouwd. Maar die huizen zullen wel voor dezelfde marktwaarde te koop komen staan. Net als de rest van huizen op dit moment. Dus voor ons blijft de situatie hetzelfde. Het blijft gewoon te duur. Klusjesman Jozef B., ook beschuldigd van mishandeling in Ruinerwoldzaak. Voetbalidool Touzani bezoekt basisschoolkinderen in Coevorden. En het weer, vandaag met Aaldert. Ja, in het kader van Nationale Sportweek bodoven we hem gewoon als smilde naar de speeltoen. Want ja, bewegen, dat kan natuurlijk ook prachtig in de speeltoen. Maar ja, dan moet je wel een beetje schier weer bij hebben. Maaske, die komt maar natuurlijk. En als dat lukt de komende week, vertel ik je zo. Goedenavond. Het was een sobere Prinsjesdag vandaag in Den Haag. Want voor het tweede jaar op rij was er geen rit met de Gouden Koets en geen balkonscène. Koning Willem-Alexander las de troonrede dit jaar ook weer voor in de Grote Kerk in Den Haag. Hij noemde Nederland, ondanks de onrust en onzekerheid, een goed land om in te leven. Maar stond ook stil bij belangrijke maatschappelijke problemen die moeten worden opgelost. Ook werd duidelijk dat het kabinet een en ander moet rechtzetten. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute prioriteit. En na de troonrede bood demissionair minister Hoekstra de miljoenennota aan. Veel van de inhoud van zijn koffertje was al uitgelekt. Zo worden er miljarden euro's geïnvesteerd om problemen op het gebied van klimaat en woningbouw op te lossen. En er gaat extra geld naar defensie en de aanpak van criminaliteit. Nou, ook in Drenthe is met belangstelling gekeken naar de troonrede, met name op het provinciehuis. En daar is verslaggever Petra Wijnsema. Ja, Petra, zijn ze daar een beetje blij met de kabinetsplannen? Ja, ze zijn natuurlijk blij met het extra geld voor het klimaat. Bijna 7 miljard. En ook dus 1 miljard in 10 jaar voor de woningbouw. Maar er was ook wel een beetje teleurstelling dat de sector kunst en cultuur helemaal niet werd genoemd. Terwijl het toch ook een sector is die heel erg hard is getroffen in de coronacrisis. En dan is natuurlijk ook de vraag zo van, wat voor bedrag van die 7 miljard voor het klimaat gaat er nu naar Drenthe? Nou, Tjisse Stelpstra, lijkt het erop dat een deel van het geld naar Drenthe komt? Nou, we hebben goede plannen, dus ik kan me dat niet voorstellen dat het niet gebeurt. Voor de gebouwde omgeving is 1,3 miljard uitgetrokken. Nou, we hebben hier een expeditie energie-neutraal wonen, dus daar kunnen we vast van profiteren. Wat ook heel belangrijk is, is 1,4 miljard uitgetrokken voor infrastructuur. Nou, ik hoop echt, en het lijkt er ook op dat daar een groot deel van het geld ook gaat naar de waterstofinfrastructuur. Dat is ontzettend belangrijk. En er is 3 miljard uitgetrokken voor de subsidiëren van duurzame energie. En ik mag toch hopen dat ook een groot deel van dat bedrag gaat naar de subsidiëring van waterstof. Want die waterstofeconomie moeten we nu echt van de grond aftillen. En zit er nog meer in het vat voor Drenthe? Ja, dat is de vraag. U zei het net al. Hè. Er is natuurlijk heel veel, staat on hold, omdat er nog steeds geen kabinet is. Er ligt geld in Europa op ons te wachten, nationaal, waar we ook zeker in Drenthe profijt van kunnen trekken. Maar ja, het kabinet dient maar geen plannen en wacht op een volgend kabinet. Dus ik hoop echt dat dat snel gaat gebeuren. Ja, dat is vooral afwachten hier, want het gaat echt om miljardenbedragen aan Europese subsidies en andere subsidies. Maar dat kan allemaal alleen met een nieuw kabinet. Dus ook hier weer was het teneur, kabinet, kom snel een nieuw kabinet. Dat is eigenlijk de belangrijkste oproep weer. Petra Wijnsema, dankjewel. En het werd op deze Prinsjesdag nog eens benadrukt. De woningcrisis is een groot probleem. Door het tekort en de hoge prijzen kunnen starters geen eigen woning vinden. En kunnen huiseigenaren die graag willen verhuizen hun woonwens niet vervullen. Nieuwe investeringen moeten de woningmarkt vlot trekken. Door eerdere financiële impulsen worden meer dan 100.000 nieuwe woningen gebouwd. De regering stelt nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden. Aandachtig luistert Sylvia naar de troonrede. Ze woont met haar gezin in een starterswoning in Tienaarlo. Ze zijn al een tijd op zoek naar een groter huis in het dorp, maar dat is niet eenvoudig. Nou, 2. Op dit moment. Waarvan er eentje ook al onder voorbehoud verkocht is. Ja.
eigenlijk op het moment als het bijvoorbeeld op Funda staat, ja, dan zijn er ook al wel gegadigden geweest. En dan wordt het vaak ook wel, nou ja, bijvoorbeeld staat er een huis te koop voor 2,5 ton. Dan hoor je wel dat het in ieder geval voor 50.000 à 100.000 meer overboden wordt. Ja, en dat is ons gewoon niet waard. En dus zit Sylvia met haar gezin vast in hun huidige huis. Maar dat betekent ook dat zij een starterswoning bezet houden. En er zijn heel veel starters op dit moment die dus heel veel problemen hebben om een huis te vinden. Want het is gewoon belachelijk duur, vooral voor een starter. Dan zit je al gauw op, we hebben het over 3 à 4 ton. De regering stelt nu 1 miljard beschikbaar voor het bouwen van huizen. Maar Sylvia verwacht niet dat ze daar zelf snel iets van zal merken. Want er worden nieuwe huizen gebouwd. Maar die huizen zullen wel voor dezelfde marktwaarde te koop komen staan. Net als de rest van huis op dit moment. Dus voor ons blijft de situatie hetzelfde. Het blijft gewoon te duur. De Oostenrijkse klusjesman Jozef B. wordt ook verdacht van mishandeling van de kinderen van Gerrit-Jan van D. Dat maakte de officier van justitie vandaag bekend tijdens een zitting in de rechtbank van Assen. Hij wordt daarnaast verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen van Ruinewold en van een Oostenrijkse man met wie Van D. zaken deed. Advocaat Yehudi Moscovic wist niet wat hij hoorde toen de officier van justitie een gewijzigde tenlastenlegging voorlas. Tot zijn grote verbazing wordt Jozef B. ook verdacht van mishandeling van de kinderen van Gerrit-Jan van D. Die mishandeling waar hij nu van verdacht wordt door het Openbaar Ministerie is voor u compleet nieuw? Volstrekt nieuw, ja. En men weet, er zijn onderzoekswensen geformuleerd in deze zaak. Er zijn getuigen toegewezen, alle kinderen zijn als getuigen toegewezen en gehoord. Als ik dit had geweten, dan had ik uiteraard daar al vragen over gesteld. Dus ik vind zeker een Openbaar Ministerie dat telkens in deze zaak zegt dat de kinderen van de medeverdachte, de heer Van D., met zijde handschoenen moeten worden behandeld. Dat die dan nu potentieel die kinderen weer opnieuw blootstelt aan een verhoor. Ik vind dat een onbegrijpelijke gang van zaken. Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten dat het gaat om de mishandeling van alle 9 kinderen van Gerrit-Jan van D. En dit is al begonnen voordat het gezin naar de boerderij in Ruinewold verhuisde. Het gaat dan om fysieke en mentale mishandeling en om het benadelen van de gezondheid. Jozef B. was vandaag niet in de rechtbank. Moscovic gaat de komende tijd met hem in gesprek over de aantijgingen. De advocaat heeft 2 weken de tijd om nieuwe onderzoekswensen in te dienen. De rechtbank wil de zaak op 11 november inhoudelijk behandelen, maar de kans bestaat dat het langer gaat duren. Is niet uit te sluiten, want het moment dat ik tot de conclusie kom dat deze vordering niet anders kan dan worden toegewezen, dan moet ik daar uiteraard getuigen weer over gaan bevragen. Dan moet ik aan die kinderen gaan vragen van, bent u ooit mishandeld door de heer van B? Nee, pardon, de heer B. Enzovoort. Als dat niet zou doen, dan zou ik een steek laten vallen als advocaat. De provincie gaat kijken of de geplande bouw van een transferium bij de Punt vlot getrokken kan worden. Over de aanleg van een groot parkeerterrein langs de A28 bij Eelde wordt al heel lang gesproken. Automobilisten moeten hier op de bus kunnen stappen, zodat de files richting Groningen verminderen. Maar door de stikstofcrisis ligt het 12 miljoen euro kostende project al tijden stil. Pal naast de beoogde plek van het transferium ligt het natuurgebied de Drentse A. En daarom is de uitstoot van stikstof niet toegestaan. De provincie gaat nu samen met bouwdeskundigen bekijken of het transferium ook emissieloos kan worden aangelegd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van bouwvoertuigen die werken op waterstof en elektriciteit. Ja, automobilisten op de snelweg A28 keken vandaag wellicht wat raar op. Op de parkeerplaats bij afslag Bijlen was een grote oefening van defensie. Het gaat om monteurs van de 43e gemechaniseerde brigade. Normaal gebruiken ze reserveonderdelen voor de reparaties, maar die zijn in crisissituaties niet altijd voorhanden. Nou, daarom werden alternatieve methoden bedacht om het materieel weer rijdend te krijgen. Zo werd er gewerkt met vloeibaar metaal en rubberen slangen. Nou, de oefening is geslaagd. De jeep en de 4-tonner konden rijdend terug naar de basis in Havelte. En dan 200 basisschoolkinderen werden vanmiddag in Coevorden verrast door professioneel straatvoetballer en presentator Soufiane Touzani. Op het speelveldje Poppenharen showde hij wat je allemaal kunt doen met een bal. Touzani! 1,5 verbazing bij de kinderen wanneer wethouder Jo Brink Touzani aankondigt. De straatvoetballer is een groot idool voor veel kinderen. Op uitnodiging van de provincie kwam hij vandaag tijdens de Nationale Sportweek naar Coevorden.
Ja, fantastisch. Een rolmodel die ze kennen van YouTube, van tv. En dat hij hier dan mag zijn. Je ziet gelijk aan die kopjes, ze leven helemaal op. En het is voor hun ook een extra uitje die ze zeker verdienen. Touzani was zichtbaar onder de indruk van alle kinderen die aanwezig waren. Ja, geweldig. Kleine groep, maar daardoor denk ik wel extra mooi. Waardoor je iets meer persoonlijke aandacht kan geven. Je komt ook wel eens op plekken waar er duizenden kinderen zijn. Het is wel een tijdje geleden natuurlijk. Maar ja, ik vind het gewoon heel mooi. Je kan een beetje in gesprek gaan. Natuurlijk kan je niet iedereen heel veel aandacht geven. Maar het is wel even mijn verhaal die ik kwijt kon. En blije gezichten. De buurt was erbij. Alle belangrijke mensen. Ja, ik ben gewoon blij. Ja, als je nou kijkt, Nationale Sportweek. Hoe belangrijk is dat? Ja, ik denk dat de Nationale Sportweek super belangrijk is. Zeker omdat het ook iets is wat elk jaar weer terugkomt. En het is gewoon weer een herinnering om te kijken hoeveel plezier en vreugde er bij sport komt kijken. Maar ook natuurlijk hoe gezond het is. En zeker denk ik de afgelopen jaren dat het nog belangrijker is dat er zo'n moment is dat er weer extra aandacht is voor sporten. Ja, ik ben een en al fan. En voor de kinderen kon de dag niet meer stuk. Heel leuk. En waarom dan? Nou, omdat hij heel bekend is. En wij dachten dus dat wij hem nooit zouden zien. En ik ken hem ook, ik ken hem ook heel goed van de tv. En ik vind hem ook heel leuk om naar te kijken. Ik heb Touzani ontmoet. En een handtekening van hem gekregen. En hij heeft me pannen gegeven. Ben je dit? Stop hem al. Wim Boeren heeft een vrij slechte periode achter de rug. Want ja, heel veel dagen... Heel weinig wind, maar dat giet stiekem toch een beetje veranderen. Maar de windboeren moeten nog wel in mijn dag op wachten, want we krijgen eerst nog een rustige nacht. Een zwakke zuidwestenwind, wat meer bewolking dan afgelopen nacht. Het wordt zo'n 8, 9 graden en van mij kan er aan het einde van de nacht weer wat nevel of mist ontstaan. Morgen komt er een depressie op ons aan, maar door ver uit, vanuit het zuidwesten, komt eerst warmere lucht op ons aan. Dus morgen een beduidend warmere dag dan andere dagen, rond boven de 20 graden en ook flink wat zon. Die depressie die komt dan over van de woensdag op de donderdag. Maar heel veel braan schijnt er niet meer in te zitten. Maar donderdag is er wel veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er eens een bui, wat buiige regen. Maar ik zeg al, heel veel zal dat niet voorstellen. 18, 19 graden dan. En als die weer voort is, vrijdag, zaterdag, zondag, dan kloeien we een afwisseling van zon en wat bewolking. Mooie temperaturen, 20, 21 graden. Kijk, dan is die depressie wel mooi weer voorbij. Dus mooi weer om dan weer buiten te gaan zitten, of natuurlijk veel beter wat te bewegen, want het is tenslotte Nationale Sportweek. Jongens, waar gaan we heen? Naar de Vanberg! De Vanberg? Nee toch? Met dit ding? Oh god, dat wordt nog wat. Nou, later maar weer. Mooi. Nou, veel succes, Aaldert. Dit was Drenthe Nu. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer op radio en tv. Maar ondertussen kunt u natuurlijk het nieuws blijven volgen via onze app en rtvdrenthe.nl. En lees er onder meer over vernielingen bij een school in Hoogeveen. Voor nu, een fijne avond.